U bent eigenlijk een warm pleitbezorger. Eerst was u voor een echte lockdown. En eigenlijk nog sneller dan dat het kabinet die uiteindelijk ingevoerd heeft. Ja. En nu zegt u, nu moeten we ook die economische waarde goed inschatten. En dat betekent dat u eigenlijk gefraseerd nu voor een lockout noemen we dat ja, dan. Ja, het is altijd ons standpunt geweest. Dus wat je moet doen als je weet dat dit daaraan gaat komen. Dus vanaf januari toen ik spoeddebatten ging aanvragen. Dan moet je je voorbereiden. Dan moet je zoveel mogelijk bedden klaarspelen. Dan moet je vrijspelen. Dan moet je zoveel mogelijk testmateriaal inkopen. Is niet gebeurd helaas. Maar dan als dan die uitbraak begint, dat is bij ons geweest zeg maar vanaf begin eind februari, begin maart, dan moet je zo snel mogelijk indammen. Dan moet je weten wie het hebben. En dan, dat is helaas bijna een maand te laat begonnen, maar goed, daar zitten we dan nu in. En dan moet je zo snel mogelijk stapsgewijs weer naar eruit. En dat doe je op twee manieren. Eén, door met representatieve steekproeven te kijken wie het hebben. Dat kan door allerlei risicogevallen. Ja. Bijvoorbeeld verzorgingstehuizen voor ouderen enzovoort, steekproeven te nemen. Dan weet je, kun je een redelijke inschatting maken van hoeveel mensen hebben het. Hoeveel mensen gaan er dus naar de intensive care moeten komen de komende tijd. En dan ga je gefaseerd de economie weer opengooien met regels voor de horeca, regels voor regio's, zodat mensen weer naar school kunnen enzovoort. Want je moet ook een stip aan de horizon geven. Je moet zeggen, jongens, over 2 weken zijn we hier uit. Over 3 weken zijn we daar.